nooit weten gaan. Gedankt heb ik tegen u. Tot dat stuk dat we. Dat is een rare hoor. Die Blue Monday is dat soort dag in januari waarop iedereen het meest depressief is omdat al uw goede voornemens zijn gaan varen en zo. En gewoon het feit van een blauwe maandag eigenlijk een beetje een troosteloze dag in de herfst. Ik denk dat gewoon ook voor mij een van de eerste thema's waren waarin dat ik wat draai, een beetje grauw, een beetje gesatureerd, wat kou. En van daaruit is dat blauw gekomen en dan is dat altijd steeds meer verder. Wat een thema geworden. Dat is wat anders dan uw dax. Dat kun je wel zeggen, dat er iets anders is dan een dax. Belangrijk was om eigenlijk als koppel een juiste chemie te vinden. En dus, dat ook wel de doorslag heeft gegeven van wie plaats ik bij wie. Omdat er toch wel een duidelijk leeftijdsverschil moest zijn. Maar dat het toch ook wel geloofwaardig moest zijn. Dus ik denk dat het eigenlijk vooral een soort puzzel was van verschillende mensen. En dat dan wel het beste klikte eigenlijk. Ook voor die input, zoals bijvoorbeeld in Blue Monday, de input dat Wouter en Linde mij gegeven hebben, is heel waardevol geweest. Ik denk dat ze vrij snel bij dat scenario betrokken waren. En dan met lezingen en zo hebben we dat ook wel wat naar hun kunnen zetten. En hebben ze daar ook wat dingen in gebracht, hun gevoelens in gebracht. En dat heeft wel geholpen voor een naturel daarin te krijgen. Zodat ik wat kon herschrijven op basis van hun bevindingen ook. En voor de toekomst hoop ik voor nog een nieuw project. Ik denk kortfilm, omdat ik niet het gevoel heb dat ik al een 100% geslaagde kortfilm voor mezelf heb gemaakt. Dus ik denk dat ik zeker nog in dat medium kan groeien. Dus ik hoop voor kortfilm te maken en voor februari of het half jaar daarop een dossier klaar te hebben om in te dienen. En dan zien we wel waar dat landt.